Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 14 augustus. Er trekken wolkenvelden over Nederland, maar er zijn zeker ook opklaringen. Kleine stapelwolkjes zijn het over het algemeen. En Dat betekent dat de zon er goed doorheen komt. Alleen in het zuiden is de bewolking af en toe wat dikker. En daar zagen we net ook nog een paar buitjes, maar die gaan geleidelijk aan wel verdwijnen. En vanavond zijn er dan brede opklaringen. En de temperatuur die daalt dan naar een graad of 19 op het moment dat de zon ondergaat. De wind die waait uit een noordwestelijke richting en is zwak of matig. Vannacht liggen de minima zo rond de 13 tot 15 graden. Alleen aan zee is het iets zachter met 17 tot 18 graden. Waait een matige zuidwestenwind en op een beschutte plek daar kan hier en daar een misbank ontstaan in het binnenland. Morgen wordt het zomers warm in ons land. In een groot deel van het land moet ik zeggen, want langs de kust is het zo'n 22 tot 24 graden. In het binnenland wordt het 25 tot 26 graden. Er zijn wat wolkenvelden en in de loop van de dag ontstaan er ook nog wat stapelwolken. Maar er is zeker ook ruimte voor de zon. Al met al wordt het een aangename dag met een zuidwestenwind die overwegend matig is. Ja, en dan wordt het donderdag nog warmer. Misschien dat het in het oosten en zuidoosten wel 29 of 30 graden gaat worden. De dag begint met flink wat zon. Maar in de loop van de dag ontstaan er wel wat wolkenvelden. En in de avond komen er vanuit het westen een aantal onweersbuien opzetten. En dat kunnen pittige onweersbuien zijn. Ik zou voor nu willen zeggen: houdt u vooral donderdag ook de weersverwachting in de gaten hoe die buien zich verder gaan ontwikkelen. Vrijdag, dan zitten we weer in de wat koelere lucht. De maximum temperatuur komt dan uit zo tussen de 21 en 24 graden. Mogelijk valt er in de vroege ochtend, diepe landinbaats, nog een enkel buitje. Maar in de middag blijft het overal droog. En dat geldt ook voor het weekeinde. Zaterdag en zondag ziet het er prima uit met zonnige perioden en wat wolkenvelden. Neerslag verwachten we niet en de temperatuur ligt tussen de 22 en 27 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.